Hoi, wat leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video. Vandaag heb ik een video waar ik echt heel lang mee bezig ben geweest met de voorbereidingen. Maar wat ik zelf wel heel erg leuk vind. Ik ben echt ontzettend benieuwd wat jullie ervan vinden. En ja, ik heb het over de bullet journal. Maar niet zomaar een bullet journal. Ik heb namelijk een horse bullet journal gemaakt. En ja, ik heb eigenlijk gekeken een beetje op YouTube of dat het er al was. Maar toen kwam ik het nergens tegen. Toen heb ik heel erg veel onderzoek op Pinterest en van alles gedaan. Maar ook daar kwam ik het niet tegen. Dus ja, ik vond het best wel jammer, want het leek me wel leuk om te zien wat anderen deden. En om daar wat inspiratie vandaan te halen. Maar ik kwam dus echt niks tegen. Maar toen dacht ik, ja, het is wel heel erg leuk om het dan zelf gewoon te gaan doen. En te gaan kijken wat jullie ervan vinden. Misschien hebben jullie het bij andere YouTubers wel eens gezien dat ze een bullet journal lieten zien. Het is eigenlijk een boekje wat een soort van als agenda kan gebruikt worden. Of met lijstjes erin, met trackers. Je kan het heel leuk versieren. Nou, van alles en nog wat eigenlijk. En ja, heel veel YouTubers die maken altijd video's en dan laten ze het helemaal zien. Een flip-through of ze laten zien dat ze een pagina gaan maken. Echt ontzettend leuk. En ja, toen kwam ik op het idee om dat dus zelf ook te gaan doen. Maar dan meer een paardentintje eraan te gaan geven. Als ik een beetje leuke en positieve reacties krijg, dan wil ik dat eigenlijk elke maand gaan maken. Ik heb hem dus nu voor januari gemaakt, maar dan wil ik straks ook voor februari en voor maart het gewoon gaan maken. En ja, nu kwam die helaas een beetje laat online. Eigenlijk is het leuker om het aan het begin van de maand te uploaden, zodat als mensen het ook willen namaken of gewoon een beetje inspiratie voor de maand eruit willen halen, dat ze dat gewoon kunnen gebruiken. En dan is het natuurlijk leuker als het aan het begin van de maand online komt. Maar helaas ben ik een aantal dagen ziek geweest en kwamen er nog wat andere dingetjes tussendoor. Dus vandaar dat hij nu wat later komt. Maar ja, ik hoop dat jullie dat alsnog leuk vinden en dat jullie wat inspiratie uit kunnen halen. Dus ja, laten we maar snel gaan kijken hoe het is geworden. Zo, laten we dan maar snel gaan beginnen. Dit is de allereerste pagina uit mijn bullet journal. En ik vond het wel leuk om daar een soort quote neer te zetten. Er staat Hello New Year and New Adventures. En daar wil ik eigenlijk mee zeggen dat je het jaar zelf mooi en leuk moet gaan maken door leuke avonturen te gaan beleven. En ik heb hem ook nog een beetje met kleurtjes versierd. Hier vind je een winterse foto. En ja, dat vond ik ook wel toepasselijk aangezien januari natuurlijk in de winter begint. En dan heb ik hier nog een sticker met Write, Eat, Sleep, Repeat. En daar wil ik eigenlijk mee zeggen dat mijn leven best wel veel uit paarden bestaat. Je gaat rijden, je gaat eten, je gaat slapen. En vervolgens doe je het allemaal weer opnieuw. Nou, ik moet natuurlijk ook nog naar school. Maar ja, in mijn vrije tijd ben ik bijna alleen maar bij de paarden te vinden. En dit was trouwens een sticker die bij een Escadron product zat. Dus dat is wel heel erg leuk. Dan gaan we naar de volgende pagina. En daar heb ik Maybe This Will Be My Year. En dan met bloemetjes eromheen. Deze pagina zag ik op Pinterest en die vond ik echt heel erg leuk. Dus die heb ik ook een beetje nagemaakt. Daaronder was het gewoon leeg en daar heb ik dus zelf een foto geplakt. Daarnaast begint januari eigenlijk. En ja, ik vond het wel leuk om er een soort kalendertje neer te zetten. Dan zie je precies hoeveel dagen het heeft en welke dag, welke datum eigenlijk op welke dag valt. En daaronder heb ik nog een tapeje met hoefijzers erbij gezet. Dus dat maakt het toch een beetje paardachtig. En dan komen we denk ik wel bij een van mijn favoriete pagina's. Ook al heeft deze niet echt iets met paarden te maken. Ik zag deze ook op Pinterest en ik vond hem gelijk zo leuk. Gewoon door alle dingetjes die er omheen staan. De wanten waar staat 2018 in. En ja, dan de sjaal met alle dagen erop. Ik heb het op zijn Engels gedaan omdat ik dat gewoon net wat mooier vond. En ja, dan hier nog allemaal soort sneeuwvlokjes. Die gingen hier overigens ook nog door. Maar ik vond het wel leuk om er ook nog wat vuurwerk bij te doen met wat kleur. Dan zat er toch nog iets kleur in de pagina. Het is namelijk best wel saai in zwart-wit. Maar ja, ik kan het natuurlijk nog leuk opvullen door hier nog allemaal dingen neer te zetten. Of planningen, dagen dat je iets leuks gaat doen. Dan staat hier januari. En hier staat nog to do en een leuke muts. Hier heb je nog een plekje voor notities. Voor eventueel die niet echt op een dag zijn, maar die je gewoon voor de hele maand moet onthouden. En hier staat It Smells Like Snow. Nou heeft het nu nog niet echt in januari gesneeuwd. Volgens mij alleen maar in december, als ik me niet goed vergis. Maar ik vond het wel heel erg leuk. Dan komen we hier bij een echte paardenpagina. Hier heb ik ruimte voor mijn wedstrijden.
Dan heb ik hier waar de wedstrijd is, de discipline, de plaats dat ik ben geëindigd, het aantal punten dat ik heb behaald. En ik heb hier ook nog een vakje met geld. En ja, in de paarden heb je best wel vaak wedstrijden waar je geld kan winnen. En het leek me eigenlijk wel leuk om dat eens een keertje allemaal op te gaan schrijven. Zodat ik kan zien hoeveel ik nou deze maand heb gewonnen. Het is natuurlijk echt niet zo dat ik altijd geld win. Maar ik heb nu wel een aantal wedstrijden gehad waar ik wat geld heb gewonnen. En dat leek me wel eens grappig om bij te houden. Dus ook daar heb ik nog een klommetje voor gemaakt. Ik heb nu bijvoorbeeld al wedstrijd gehad in Hagestein. Daar heb ik een dressuurproef gereden. En dan had ik een vijfde plaats met 194,5 punten. En aankomend weekend heb ik in de Meer springenwedstrijd bij de Voornruiters. En dit weekend erop heb ik in Ermelo de Indoor Cross. Dus ja, heel erg leuke vooruitzicht. En ja, dan kan ik dat allemaal bijhouden hier. Daaronder heb ik ook nog weer een leuk paardentapeje. En een leuke wedstrijdfoto van mijn dance. Vond ik wel toepasselijk bij de wedstrijdpagina. Daarnaast heb ik een tracker gemaakt voor al mijn winstpunten. En ook hier heb ik weer een leuk tapeje gebruikt. En daaronder dus de tracker. Hier zitten alle punten eigenlijk. Je kan natuurlijk maximaal 30 punten behalen. Maar ja, het paste precies tot en met 28. Dus ja, ik dacht zo heel snel rijk ik toch geen 30. Laat ik het maar gewoon zo doen. En ja, nu heb ik natuurlijk gewoon B dressuur en B springen, aangezien ik daar nu nog in start. En ja, eventueel kan ik straks dan, als ik in een maand ben, dat ik van de B naar een L overstap maak, kan ik de L er nog naast maken. En ja, ik kijk wel even hoe ik het dan ga doen, maar dat zullen jullie dus volgende keer gaan zien. En ik heb nu, op dit moment heb ik 22 punten in het dressuur en 16 in het springen. Ik heb dan ook hier een streepje gezet waar ik dus op 1 januari was. Op dit moment heb ik dus nog geen springwedstrijd gereden. En ik heb hier één puntje gereden in dressuur, dus die heb ik hieronder al vast erbij gezet. Maar dat is ook wel heel erg leuk, dan kan je precies per maand zien hoeveel winstpunten je erbij hebt gekregen. En kan je dat echt zo bijhouden. Dan gaan we naar de volgende pagina. En deze is echt een beetje op mijn YouTube gebaseerd. Ik vond het ook wel leuk om bij te houden hoe mijn videoplanning is. Dan kan ik zien hoeveel video's ik per maand heb geüpload. En ja, eventueel vooruit alvast een planning maken van wat ik wanneer wil gaan uploaden. Ook deze heb ik weer met de gouden pen gemaakt, net als hier het wedstrijd. En ik heb natuurlijk het YouTube logo gemaakt. Daarnaast heb ik weer een tracker en dit keer van mijn YouTube statistieken eigenlijk. Ik heb hier mijn subscribes. Dus aan het begin van de maand had ik er 6.798. En dan kan ik aan het eind van de maand opschrijven hoeveel ik er dan heb. Dat is best wel leuk, dan kan je bijhouden hoeveel abonnees er eigenlijk per maand bij zijn gekomen. En dit heb ik ook voor de views gedaan. Dus dat zijn de views over al je video's die online staan. En dan kan ik zien hoeveel views er deze maand bij zijn gekomen. Hier heb ik een leuke foto van mij en Dance om er toch nog een beetje paard achteraan te zetten. En ik vond het gewoon een ontzettend leuke foto. En hier het tapeje, dat vond ik wel toepasselijk aangezien YouTube ook met rood en wit is. En dan komen we bij de volgende pagina. Ik vond het wel leuk om er een beetje een andere creatieve pagina van te maken. Ik heb dus allemaal verschillende letters uit verschillende woorden uit tijdschriften geknipt. En daar heb ik dancefever van gemaakt. Ik vond het wel leuk om het een beetje wild op te plakken. Dat het er gewoon een beetje gek uitziet. En daaronder heb ik dus hier een stukje papier gescheurd uit een boekje. Dan een stukje groen. En dan de foto van Dance met de appeltjesdeken. Ik vind de deken zo leuk en ik vond het ook gewoon een hele mooie foto. En toevallig kwam ik ergens nog het woord appel tegen, dus dat vond ik ook wel toepasselijk om erbij te plakken. Dan heb ik daarnaast mijn goals voor 2018 opgeschreven. Ik heb een soort lijstje gemaakt. En mijn goals zijn mijn L springdebuut maken, mijn L1 dressuurdebuut maken en mijn L2 dressuurdebuut maken. En ja, ik wil eigenlijk gewoon aan het eind van het jaar minimaal L2 aan het starten zijn. En ik denk dat het wel moet lukken. Daarnaast wil ik ook mijn B-eventingdebuut maken. En mijn doel is om 10.000 abonnees te halen voor YouTube. Ja, ik hoop erg dat het gaat lukken. Ik zit natuurlijk nu al op ruim 7.000 abonnees. Dus als we zo vooruit gaan als afgelopen jaar, dan weet ik zeker dat het moet lukken. Maar ja, ik denk dat het hele leuke doelen zijn voor aankomend jaar. Dan heb ik hier een soort weekagenda nagemaakt. Ook deze zag ik op Pinterest en vond ik heel erg leuk. Ik heb er zelf nog wel wat dingetjes aan toegevoegd. Dit heb ik gewoon allemaal opgeschreven. Ik was natuurlijk hier echt heel erg ziek. Dus heb ik helaas niks kunnen doen. Gelukkig waren er mensen op stal zo lief om Dance te verzorgen. Met name Roos heeft heel erg veel gedaan. En hier was vakantie. Ben ik gewoon lekker veel naar Dance geweest. En ik had hier nog een afspraak met Vienna. En ik ben nog naar de bioscoop geweest. Hier heb ik eventueel nog wat plaats voor notities of voor lijstjes voor een to-do list. Ja, misschien moet ik nog wat dingetjes doen die ik niet per se hier op moet schrijven, maar gewoon voor die week. Dus dan kon ik dat daar opschrijven.
En het leek me heel erg leuk om mijn training bij te kunnen houden. Dus ik heb hier een apart strookje gemaakt voor training. En dan met alle dagen. En dan kan ik dus hier opschrijven wat ik heb gedaan. Nou, hier had Dennis bijvoorbeeld vrij. En dan kan je eronder invullen hoe het is gegaan die dag. Dus eigenlijk slecht. Nou, gewoon niet zo heel erg goed. Best wel redelijk en super goed. En ja, maandag had hij gewoon vrij. Nou, dat ging gewoon prima. Dus ik had gewoon dat het wel goed ging. Dinsdag hebben we een sprongetje gemaakt en toen was hij echt heel erg druk. En ja, het ging gewoon niet zo heel erg fijn. Hij sprong wel gewoon de hindernissen netjes. Maar ja, het gevoel was gewoon niet zo heel erg lekker. Dus heb ik dat gegeven dat het niet zo heel erg goed ging. Woensdag ging ik dressuren en dat ging echt mega goed. Hij was heel erg los en heel erg fijn. Dus daar heb ik bij gezet dat het super goed ging. En ja, op donderdag liep hij eigenlijk weer net zo fijn. Dus ook toen ging het weer super goed. En op vrijdag, zaterdag en zondag was ik helaas ziek. Dus ben ik niet naar Dennis gegaan. En ja, met Dennis ging het op zich wel heel erg goed. Maar zelf was ik niet blij dat ik ziek was. Dus dat heb ik opgeschreven dat ik gewoon niet blij was. Nou, dit vond ik al heel erg leuk om te doen. Uiteindelijk heb ik besloten om het niet voor alle weken te doen. Aangezien mijn boekje dan heel erg snel vol zou zijn. Maar ik vond het wel leuk om gewoon eens een keer te proberen. Dus misschien had ik volgende maand het wel op een andere manier gaan doen. En natuurlijk heb ik aan het begin deze pagina al waar ik ook dingetjes op kan schrijven. Dus ja, in principe is het niet heel erg noodzakelijk dat ik dit erin heb. Maar ik vond het wel gewoon leuk om eens een keertje te maken. En training vind ik wel heel erg leuk om op te schrijven. Dus misschien dat ik daar volgende maand nog wel meer mee aan de slag ga. En dan komen we bij de laatste pagina. En dat zijn eigenlijk de memories van januari. Ik vond het wel leuk om hier dan 8 verschillende fotootjes te plakken. We zitten nu midden in januari, dus ik heb nog 2 plekken vrijgelaten voor foto's die ik er nog bij kan plakken. En het leek me wel heel erg leuk dat ik dan door mijn boekje kan bladeren en dat ik dan van elke maand gewoon wat leuke foto's op een rij heb. En dat je dan denkt, oh ja, dat was die maand. Dit is bijvoorbeeld van mijn springles die echt ontzettend goed ging. En ja, hier gewoon met appeltjes zeker nog een keer. Hier met zijn nieuwe halster. En ja, hier liep hij echt ontzettend fijn. Je ziet echt dat zijn galop echt heel erg opwaarts is, dat hij goed zijn achterhand eronder heeft. Dus ja, gewoon wat leuke foto's. Misschien nog van mijn indoor call straks. Het leek me gewoon wel heel erg leuk om dan terug te kunnen blikken op elke maand. Nou ja, dit was dus de maand januari in mijn bullet journal. Ik vond het zelf echt ontzettend leuk om deze pagina's te maken. En ja, hopelijk vonden jullie het ook leuk om deze video te bekijken. Misschien kunnen jullie er wel wat inspiratie uit halen. En laat in de comments vooral even weten welke pagina jullie het allerleukste vonden. Mocht je zelf nog leuke ideeën hebben voor een pagina of voor een leuke tracker, of om iets anders aan te pakken, misschien wel voor de trainingen, laat het dan ook even in de reacties weten. En misschien zien jullie volgende keer wel je eigen pagina voorbij komen van jouw idee. Ik hoop dat ik hier elke maand mee door kan gaan. Het kost best wel veel tijd om allemaal te maken. Maar ja, zoals ik al eerder zei, vind ik het heel erg leuk. En ik hou ervan om echt mijn creativiteit een beetje kwijt te kunnen. Dus ja, een bullet journal is daar natuurlijk een hele leuke manier voor. En ja, zelf vind ik de video's altijd heel erg leuk om te bekijken. Dus ik hoop dat jullie dat ook vinden. Vergeet niet eventjes een blauw duimpje omhoog te doen. En hopelijk tot de volgende keer weer. Doei!